Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ja, ik zei dat we praten over een deal van bijna 4 miljard en ik heb 4 minuten. De PVV vroeg zich af, ook aan 2013 al, of die nationalisatie van SNS überhaupt wel nodig was. Er lagen tenslotte verschillende scenario's, maar de minister had haast en durfde de confrontatie met de Europese Commissie niet aan. Terwijl verschillende Nederlandse grootbanken geïnteresseerd waren in de overname van Property Finance. Maar goed, voorzitters, achteraf praten. De PVV had ook bezwaar dat de rekening van 2,5 miljard naar de belastingbetaler ging, wederom. En wij spraken toen ook over fouten die nu naar boven zijn gekomen in de evaluatiecommissie. Want DNB had nooit die verklaring van geen bezwaar mogen afgeven. Dat erkent DNB achteraf ook, een hele grote fout. Bij de staatssteun van 750 miljoen zijn geen eisen gesteld aan de afbouw van de vastgoedportefeuille. En de DNB en de minister hebben te laat ingegrepen, waardoor nationalisatie onvermijdelijk werd. Wat heeft de minister, mijn eerste vraag, wat heeft de minister geleerd van deze fouten? En waarom zijn alleen de aandeelhouders en de achtergestelde schuldeisers onteigend en niet de senior bondholders? Want de minister had uiteindelijk de interventieladder in handen om een diepe bail-in uit te voeren. Waarom heeft de minister het niet aangedurfd deze instrumenten in te zetten? De PVV begrijpt ook niet waarom niet de hele financiële sector opdraait voor de rekening. Want bij een faillissement had het de sector 5 miljard gekost en nu slechts 1 miljard. En dat terwijl de sector in 2012 7 miljard winst maakte. Dus ze hadden dat makkelijk kunnen betalen en daarmee de belastingbetaler kunnen ontzien. Voorzitter, dan de verkoop van Real. Er zijn 86 partijen benaderd om een bod te doen. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een bod van 1 partij. De PVV vraagt zich af welke partijen waren benaderd, hoe zijn deze geselecteerd en waarom zijn deze uiteindelijk afgehaakt. En was Anbang ook een van die 86 partijen of kwam Anbang gewoon uit de lucht vallen? Voorzitter, het is allemaal een beetje mager. Eén bod van een Chinese club die we niet kennen. Wat, kan de minister eens ingaan op wat is dat eigenlijk voor bedrijf, Anbang? Want ik begreep, ze hebben nog nooit een voet buiten China gezet en opeens nemen ze een hele grote verzekeraar over. En kan de minister mij garanderen dat het geen Chinese superspringhaan is die Real straks behangt met schulden en rendementen afroomt en gebruikt voor de financiering van mooie risicovolle bouwprojecten? Kan de minister dit garanderen? Weet hij wie die in huis haalt? Want we hebben al vaker gezien in het verleden dat we met bepaalde clubs dat we daar achteraf spijt van hadden. Hoe is het mogelijk, voorzitter, dat de kapitaalpositie van Real in zo'n korte tijd is verslechterd? Ten tijde van de nationalisatie had Real nog een solvabiliteit van bijna 200% en nu opeens 136%. En ook zien we de marktwaarde van Real in 2 jaar tijd van 3 naar 2 miljard dalen. Hoe is dat te verklaren? In 2 jaar is bijna 1 miljard verdampt. En hoeveel kapitaal heeft Real eigenlijk nodig om weer gezond te worden? Voorzitter, want als dat bedrijf dan 2 miljard waard is en Anbang betaalt 150 miljoen, dan hebben ze natuurlijk een superdeal. Dus de vraag is, waar is die prijs op gebaseerd en is dat niet veel te weinig? En daarnaast, met die 150 miljoen, die is niet eens gegarandeerd, daar geldt weer een prijsaanpassingsmechanisme. Wat betekent dit? Dat de prijs nog lager kan worden dan die 150 miljoen? Ik kan me bijna niet voorstellen. Voorzitter, betaalt Anbang 1,3 miljard ter versterking van de balans of de aflossing van de interne leningen? En hoeveel wordt de balans versterkt en wat wordt dan de solvabiliteit? En tot slot, voorzitter, want ik zie dat mijn tijd op is. De minister denkt dat deze deal de belastingbetaler niets gaat kosten. En hij denkt de bank voor 2,7 miljard te kunnen verkopen. Dat is wel de boekwaarde. Real geeft hij bijna gratis weg, maar de bank kan hier de boekwaarde voor krijgen. En Properties idem dito 500 miljoen. Waar is deze hoop op gebaseerd, minister? De minister denkt er zelfs aan te verdienen, als ik de brief mag geloven, 52 miljoen. Ik krijg een beetje een déjà vu met de vorige minister van Financiën die dacht te verdienen aan Griekenland. Dank u wel. Ja, voorzitter, gezien de tijd heb ik daar in de eerste termijn niks over gezegd, over die boekhoudblunder van 700 miljoen die opeens naar boven kwam. Maar ik vraag me toch af, nu de antwoorden gehoord hebbende, waarom de minister, die er al anderhalf jaar geleden van op de hoogte was,
pas nu een onderzoek instelt. Dus ik vraag me af, waarom is dat onderzoek niet gelijk ingesteld en dan hadden we nu al de resultaten gehad? Want de minister hoopt nu eind van dit jaar met de resultaten te komen. En eigenlijk is dat iets, als dat structureel voorkomt en als het eenmalig is, is dat iets wat gelijk goed onderzocht moet worden. In de eerste termijn, voorzitter, heb ik ook gevraagd van wat is Anbang? Wie is dat? Wat is dat voor een club? Misschien kan de minister daar nog op ingaan, want niet dat we hier over een jaar staan en blijkt, ik zei het al, Anbang een of andere Chinese supersprinkhaan te zijn geweest. Dat we allemaal spijt hebben als haar op ons hoofd dat we daar Riaal aan hebben toevertrouwd. Dus graag nog een reactie daarop, voorzitter. Nou, en verder, tot slot vind ik nog steeds dat we erg weinig krijgen voor iets wat toch een boekwaarde heeft van 2 miljard. Wordt 150 miljoen voor betaald. De minister zegt van ja, we kunnen wachten, maar dat is speculatief, want wie zegt hoe het bedrijf er dan uitziet. Maar ik wil toch vragen aan deze minister of er niet scenario's zijn doorgerekend van stel die rente die gaat naar een ander niveau en stel de woekerpolisaferen en wordt opgelost. Wat zou dan zo'n Riaal kunnen betekenen en waard kunnen zijn voor over een aantal jaren? Want nu doen we misschien een haastklus richting Anbang en krijgen we er veel te weinig voor. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Dijk. Dan